Oké, we vertellen een klein beetje van onszelf. We zijn inderdaad verbonden met de gemeente sinds 1986, toen we met vluchtelingenzorg werkten als vrijwilligers. En toen in 1996 zijn we als gezin vertrokken voor de Kama-zending. En Oosterwolde heeft al die tijd met ons meegeleefd, voor ons gebeden. Elke keer kwamen we op bezoek, omdat mijn ouders ook lid van de gemeente waren toen de tijd. En later ondersteund, omdat wij zendelingen zijn die uitgaan met een vriendenkring of een paar kerken die ondersteunen. En de 30 jaar dat we weg geweest zijn, heeft de Heer altijd voorzien, wat een gewone wonder is. Ik vond het trouwens heel leuk om dit filmpje te zien en om te zien dat ook in Oosterwolde het gebod van de Heer om te verkondigen, om zijn naam bekend te maken, uitgeleefd wordt. Dus dat is heel mooi om te zien. Ja. En het werk dat wij gedaan hebben en nog niet helemaal mee gaan stoppen, is hulpverlening. Dat is het hoofdzakelijk werk wat we gedaan hebben. Dus mensen met psychologische hulpverlening bijstaan. Mensen met problemen, relatieproblemen, maar niet alleen dat, ook individuele problemen. Eetstoornissen, depressie, al dat soort dingen. We hebben inmiddels 5 medewerkers, vaste medewerkers, die dat ook doen, die hulpverlening geven. En het bedrijfje, het is nu een bedrijfje geworden, dat wordt overgeheveld naar onze dochter en schoonzoon. Die gaan ermee verder. Dan valt het niet meer onder de zending, maar wordt het een winstgevend bedrijfje in Thailand. En het werk dat wij nog hopen door te zetten is het werk voor de stichting. Daar zijn deze foldertjes van. Het is eigenlijk een foldertje, maar tegelijk ook een waaier. Want als je het warm hebt, kun je deze gebruiken als waaier. Maar je kunt hem ook gewoon gebruiken als, om te lezen over het werk van de stichting. En de stichting, daar hopen we nog wat mee door te gaan. Want we gaan dit jaar met pensioen of AOW vanaf 1 september. Maar dat betekent niet dat we helemaal zullen stoppen en helemaal naar Nederland gaan verhuizen. Maar we blijven in en uitgaan in Thailand, zolang de Heer ons het geld geeft om te blijven reizen en ook daar tot zegen te zijn. Ja, de stichting helpt een ecologische boerderij om een bestaan te geven aan de mensen die daar wonen. Het gaat nog steeds zeer moeizaam, vaak tegenslag. Zo is er afgelopen voorjaar weer een bosbrand geweest. Dus al de 5000 boompjes die geplant waren, zijn allemaal weer verbrand. De waterleidingen zijn ook weer verbrand. Dus ze zijn nu weer hard bezig om die boel opnieuw te herstellen. Het huis is gelukkig niet verbrand. Dus dat is al een hele zegen. En er is daar een centrum gestart. Door middel van een gift van iemand die overleden was. Dus ze hebben nu een klein centrum waar regelmatig gebedsdiensten worden gehouden. En waar we proberen dat vrouwen een inkomen krijgen door weven en natuurlijk verven met natuurlijke materialen. En dat ligt daarachter wat spulletjes van. Ze weven echt met de hand, dus het is niet fabrieksmatig. En zo hopen we straks, als we weer meer tijd hebben, wat te kijken of we ook andere werkprojecten op kunnen zetten. En mensen kunnen motiveren om met elkaar als een soort coöperatie te werken. En misschien dat het kerkje wat daar is, weer wat opnieuw tot leven kan komen. Want het zijn eigenlijk nu nominale christenen met veel jaloezie en roddel en eigenlijk heel verdrietig. Dus ja, daar is veel gebed voor nodig. Ja. Zoals we al gezegd hebben, we gaan dit jaar met AOW en dat is vanaf 1 september. Maar we gaan niet helemaal stoppen. Onze zending wil ons de visum blijven geven, zodat we in en uit kunnen reizen. We hebben een huis in Renkum waar we kunnen wonen als we in Nederland zijn. En een huis in Bangkok waar we kunnen zijn als we daar moeten zijn. Dus dat is heel goed. We hebben ook 6 kinderen, waarvan 2 in Thailand wonen. Met 3 kleinkinderen in Thailand. En de andere kinderen wonen in Nederland. Dus we blijven wat dat betreft ook heen en weer gaan naar onze kinderen. Sinds corona is de psychische nood heel erg toegenomen in Thailand. Vandaar ook dat het een bedrijf kon worden. Er zijn andere bedrijven die dan dit hulpverleningsbureau inhuren. Dus dat huis wordt nu betaald door dat bedrijf, zo gezegd. Het is eigenlijk heel wonderlijk hoe de Heer voorziet. Ja. Dus ja, nou kunnen wij eigenlijk gewoon verder gaan, zolang wij gezondheid en kracht krijgen van de Heer. Het is, ik kijk ernaar en ik zie Gods wonderen. Ja. En we danken jullie voor jullie steun door al die jaren heen. Meer dan 30 jaar eigenlijk. Ja. Ik ga nu over tot de preek, oftewel het woord waar we hopen te horen wat God ervan vindt. Die moet je onderaan uitzetten.
Lang drukken gaat hij uit. Ja. En voor degenen die ons daadwerkelijk ondersteunen, hebben we een kleinigheidje bij onze stand achterin. Dus aan het eind van de dienst zou je dat kleinigheidje kunnen gaan ophalen. Voor jullie die ons letterlijk ondersteunen. Ik wilde vandaag spreken over de mogelijkheden van onze mond. Dat is de titel van mijn preek, mijn toespraak. De mogelijkheden van onze mond. Ik moet wel mijn brilletje ophouden, anders lukt het niet. Hoe kwam ik tot dit onderwerp eigenlijk? Toen we pas weer in Nederland terugkwamen, ruim anderhalve maand geleden, viel het me op dat er ontzettend veel wordt gevloekt en ook smerig taal wordt gebezigd op tv vooral. Programma's op de televisie, films. En niet alleen door jongeren, maar door alle generaties wordt er zo gevloekt. En zo kwam ik op het idee om daar een studie van te maken voor mezelf. En dat wil ik vandaag met jullie delen. In het licht van de Bijbel eigenlijk, van wat zijn de mogelijkheden met onze mond? Ik wilde eerst lezen uit de Bijbel en dat staat in Jacobus. Het staat in het klein op het screen, maar ik lees het voor. En we maken allemaal veel fouten. Iemand die nooit iets verkeerds zegt, is een volmaakt mens die zichzelf helemaal in de hand heeft. Als we een paard teugels omdoen, gehoorzaamt het dier ons. We kunnen zijn hele lichaam besturen. En kijk eens naar de schepen, ook al zijn ze nog zo groot en is de wind nog zo sterk, ze worden bestuurd door een heel klein roer. Ze varen daarheen waar de stuurman ze wil hebben. Zo is ook de tong. Maar een heel klein lichaamsdeel, maar met een grote invloed. Bedenk eens hoe klein het vlammetje is dat een heel bos in brand kan zetten. Je tong is net als dat vlammetje. Want met je tong kun je veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft er veel invloed op hoe je leven eruit zal zien. Als je tong in brand gezet is door de hel, zet ze je hele leven in brand. Nou, wat een taal, wat een duidelijke taal over de tong. Dat komt uit Jacobus, hoofdstuk 3. Wat kunnen we doen met onze tong? We hebben het vanmorgen gedaan. Prijs de Heer. De Heer zal ik prijzen met luide stem. Hem loven te midden van velen. Dat zegt Psalm 109, dat doen we regelmatig op zondag. Heere onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de hele aarde en de hemelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd u volmaakt te prijzen. Ja, zelfs kleine kinderen kunnen hem prachtig prijzen. Mooi om te zien en te horen hoe je kinderen dat soms als kleintjes kunnen doen. Als ze groot zijn, verandert dat soms en soms ook niet. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, Psalm 40. Een lofzang voor onze God. Ook dat hoor je. En dat gebeurt met jezelf soms, dat je een nieuw lied in je mond krijgt. Fantastisch. Mooie woorden om onze aanbidding van God aan te duiden. Maar hoe zit dat door de weeks met ons? Hoe zijn we er dan mee bezig? Prijzen we hem dan ook als we met beide benen in de modder staan? Of als we ons kind moeten verschonen? Niet altijd zo'n leuk klusje. Ben je dan ook aan het prijzen? Denk je dan ook van eer God voor alle dingen? Niet altijd, denk ik. Met onze tong kunnen we goed en kwaad doen. Dat zei Jacobus ook al. En eigenlijk had de titel van deze preek moeten zijn De zonden van onze mond. Maar dat vond ik zo negatief klinken, dus dat heb ik maar niet aan het begin gezet. De zonden van onze mond. Maar laten we eens kijken wat er allemaal mogelijk is met onze monden. Vloeken is een heel duidelijk iets wat kan gebeuren met onze mond, hè? Heel duidelijk wordt gezegd, misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. En in Leviticus, een ander boek van het Oude Testament, staat zelfs dat er een doodstraf op vloeken staat. Breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Alle die gehoord hebben moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. Nou, dat is nogal wat. Je gestenigd wordt voor een vloek die je hebt uitgesproken. Dat was het Oude Testament. Gelukkig is het niet meer zo. Maar toch, wat gebeurt er als je vloekt? Vloeken verminkt je karakter, het maakt je geen mooier mens. Je wordt er lelijker van eigenlijk, als mens. Het zorgt voor pijn bij anderen die het horen. Niet altijd, maar vaak wel. Het gaat duidelijk tegen Gods woord in. En degene die vloekt, eigenlijk verliest hij zijn eigen zaligheid. Want je roept God aan om je maar te verdoemen.
Dat doe je eigenlijk met vloeken, met een regelrechte vloek. Jacobus waarschuwt ons. Hij zegt, met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en we vervloeken er mensen mee die God geschapen heeft als zijn evenbeeld. Dat doen we met onze tong. We hebben er vast allemaal wel eens deel aan gehad. Niemand uitgezonderd. We kunnen dus zowel God als mensen vervloeken. Beide kunnen we doen met onze mond. In Exodus 20, de 10 geboden, zit het woord ijdel. Je zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Dat betekent eigenlijk, het is een woord dat het duidt op een lichte, luchthartige en minachtende manier over God spreken. Zo spreek je niet over je schepper. Dat doe je niet. Niet licht, luchthartig of minachtend. God wil zo niet behandeld worden. Daar moeten we rekening mee houden. Ik vond een website die je helpt om je vloekgedrag te verminderen. Gelukkig komt dat ook nog voor op internet. Goede sites die je helpen om je vloekgedrag te verminderen. En het zei, hoewel je het misschien niet beseft, beledigt vloeken mensen eigenlijk altijd. Bovendien zijn veel mensen die beledigd zijn traag om het bekend te maken uit angst voor spot. Maar door goed op te letten hoe je vloekt en creatieve, minder aanstootgevende alternatieven te ontwikkelen, kun je proberen het probleem te vermijden. Het vermijden van vloeken kan er ook voor zorgen dat je zelf beleefder en professioneler overkomt op de werkplek, op school en in het openbaar. Dat kun je dus leren. Hoe kun je anders overkomen? Hoe kun je minder agressief overkomen? Minder vloekend? Nou denk ik dat velen van ons niet zo regelrecht zullen vloeken, want dat past niet in onze cultuur van onze gemeente. Maar toch, we moeten er goed bij nadenken. Soms ontglipt ons zomaar iets. Wat is een andere zonde van onze mond? Roddel of geruchten verspreiden. Ik denk dat we er allemaal wel eens aan meegedaan hebben. Vast wel. Roddel of achterklap is een uiting van een negatief, speculatief en soms suggestief, onthullend dan wel tendentieus bericht over iets of iemand, zonder dat degene waarover dit gaat dit zelf naar buiten gebracht heeft. Roddelen betreft dikwijls dat je informatie ruchtbaar maakt of iets negatiefs zegt over een ander. In onze tijd noemen we dat ook wel desinformatie. Sinds de coronatijd hebben we het nieuwe woord desinformatie gehoord. Dat is informatie die niet juist is of verkeerd is of niet gebaseerd op feiten. Nou, zo kan ook dat soort informatie, roddel, iets negatiefs over iets anders zeggen. Het kan ook een deel uitmaken van pesten. En pesten gebeurt helaas nog veel te veel. Niet alleen kinderen worden gepest, ook volwassenen worden gepest. Soms via internet, via Instagram, Facebook, regelmatig. Ik heb zelfs een man gehoord, een vrouw die schold haar man uit via Facebook. Want ze was echt helemaal niet blij met hem. En hij kreeg alles over zich heen via Facebook. Leuk, in het openbaar. Dat was dan geen roddelen, maar regelrechte kwaadsprekerij. Ja. Roddelen gebeurt vaak over iemand die er niet bij is. Maar geruchten verspreiden is het onwaarheden zaaien om aandacht te trekken of om bij anderen pijn te veroorzaken. Dat doen we met geruchten. Een roddelen wordt wel 50 keer genoemd als zonde in de Bijbel. Wist je dat? De Bijbel heeft 50 aanhalingen over roddelen en dat het verkeerd is. De Heere God zei in Leviticus heel duidelijk, breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Dus doe dat niet. Je moet jezelf altijd afvragen, en dat heb ik als een regeltje geleerd eigenlijk tijdens een seminar, van is het waar wat ik zeg over die ander? Is het van belang? Is het opbouwend? Is het bemoedigend wat ik over die ander zeg? Als een van die vier al niet waar is, dan is er al iets fout met je boodschap over de ander. Dus let erop. True. Is it true? Is it relevant? Is it uplifting? Is it encouraging? Dat is de korte versie die zou je misschien kunnen onthouden. De woorden true, is het waar? Relevant, is het belangrijk? Is het opbouwend, uplifting? Of is het encouraging of niet? Als het niet zo is, laten we stoppen met dat soort commentaar op anderen. Spreuken zegt ook, wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe.
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. Dus, zou ik zeggen, stop gewoon met dat geroddel of die valse geruchten. Het heeft geen zin. En het helpt jou niet, nog de ander. Kritiek hebben is ook een vorm van je mond verkeerd gebruiken. Matteüs zegt, oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Dat zei Jezus eigenlijk. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over jou geoordeeld worden. En de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. We zullen dus erg voorzichtig moeten zijn met ons oordeel. Je mag heus wel een eigen mening hebben, maar verhef die mening niet tot wet of oordeel over een ander. Heel vaak zeggen wij, je mag wel het gedrag van de ander veroordelen, maar niet de persoon. Als iemand bijvoorbeeld een winkeldief is, en dat is regelmatig voorgekomen, dan veroordeel je het gedrag van die persoon, maar niet de persoon zelf. Want die wordt ook door God geliefd, ook al is hij een dief. Paulus is bang dat hij dit soort gedrag van oordelen en kritiek ook zal aantreffen in de gemeente. En helaas, het komt voor, hè? Hij schrijft, ik ben bang voor tweespalt, voor jaloezie, woede, gekonkel, kwaadsprekerij, geroddel, arrogantie en wanorde. Nou, ik weet niet in hoeveel gemeentes jullie gezeten hebben, maar ik heb al dit soort dingen meegemaakt in gemeentes, helaas. Onder ons christenen, we zouden zo lief voor elkaar moeten zijn, maar we zijn het niet. Nee. Het komt voor in heel veel christelijke gemeentes, helaas. Nou, laten wij ervoor waken, voor zover het in onze mogelijkheid is, om er geen deel aan te hebben. Zulke praktijken, om tweespalt, scheuring en dergelijke te veroorzaken. Jacobus zegt het, spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Of in andere woorden, en dat komt uit de Message, dat is een mooie vertaling. Beledigt elkaar niet, vrienden. Het is Gods woord, zijn boodschap, zijn koninklijke regel die tegen een stootje kan in dat soort gepraat. Het is de bedoeling dat je de boodschap eer aan doet en er geen graffiti op schrijft. God is verantwoordelijk voor het bepalen van het lot van de mens. Wie denk je wel dat je bent om je te bemoeien met het lot van anderen? Dus oordeel niet. Heel duidelijk die taal. Heel echt in onze taal, onze huidige, hoe we het zouden zeggen. Mooi gezegd. Daarnaast heb je nog andere manieren hoe wij onze mond gebruiken. En dat is stekende of krenkende woorden. Bijvoorbeeld, wat ben jij altijd negatief? Je bent een rotwijf. Nou, dat wordt wel eens gezegd, helaas. Wat ben je een zak? Ouwe hoer. Lelijk mens. Ben je geboren op een mesthoop of zo? Ja, komt voor, dit soort taal. Helaas wel. En soms zit het een beetje in de woordkeus verborgen, maar er zit venijn in. Bijvoorbeeld een zinnetje zoals, daar zou ik hem niet mee laten wegkomen. Of, ze is gewoon jaloers, dat is alles. Dat is een oordeel over een ander, hè? Of, ze denkt dat ze nu iemand is, maar ik herinner me toen, en dan vertel je het verhaal van toen. Ze denkt dat ze nu iemand is, maar ik herinner me toen dit gebeurde, enzovoorts. Of, wees niet boos als ik je dit vertel, maar ... en dan vul je dat in met een verhaaltje wat jij kent uit het verleden van die persoon, bijvoorbeeld. Of, ander zinnetje, ik denk dat je moet weten wat ze over jou zijn. Nou, dat is het begin van roddel eigenlijk al, hè? Verkeerd of geruchten verspreiden die misschien helemaal niet op waarheid berusten. Spreuken 15 vers 1 zegt, een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, maar krenkende woorden wakkeren toorn aan. Dus stop gewoon met krenkende woorden gebruiken, voor zover het in jouw mogelijkheid ligt. Een ander is liegen. We hebben de spreuken hier gehad, liegen of de waarheid verdraaien. Je hebt ronduit leugens en iedereen weet wel wat ik bedoel. Hè? Als je de waarheid helemaal niet vertelt, maar helemaal verdraait. Geen grijntje waarheid zit daar meer in. Maar je hebt ook witte leugentjes. Dat zijn woorden die eigenlijk niet waar zijn, maar ja, je gebruikt ze toch.
van het zeggen van ik voel me goed, wanneer je eigenlijk heel rot voelt. Zeg dan gewoon ik voel me rot, ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker. Zeg het gewoon en zeg niet van ja, dat is oké hoor, ik ben oké. Nee, soms heb je een excuus waarom je te laat bent. Nou, heel vaak zijn dat ook witte leugentjes. En soms heb je een wrede en zelfs zichzelf dienende leugen waartoe je een toevlucht neemt omdat je er onderuit wilt. Of je zegt tegen je kinderen dat ze niet mogen liegen, maar je zegt dat ze ook moeten doen alsof zij blij zijn met het cadeau van oma. Ook al vinden ze het niet leuk. Herkenbaar, geloof ik. De Spreuken heeft ook hier een woord over en die zegt in 12 vers 22, bedriegers zijn de Heer een gruwel. Dus God heeft een hekel aan bedriegers. Wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig. Dus probeer je aan de waarheid te houden en niet aan de leugen. En dan zijn er ook nog woorden die als grappig bedoeld zijn of zonder inhoud. Efeze 5 heeft daar een woord over. Dubbelzinnige, oppervlakkige, platvloers taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. En nog een ander zinnetje uit Efeze. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Nou inderdaad, we leven in een slechte tijd en er is enorm veel desinformatie, alleen al op de media. Maar hoe is het met ons leven? Het is ook van belang hoe je over anderen praat. Is dat met respect of juist met afkeuring? Er zijn zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende achtergronden. Waarom zou je ze belachelijk maken? Zij denken gewoon heel anders, ze komen uit een hele andere achtergrond. Waarom zou je ze veroordelen daarover? En denk vooral na als je spreekt over minderheden, hoofddoeken, transgenders en wat iets meer zijn. Er zijn zoveel onderwerpen waarover een mening zouden kunnen hebben, maar wees voorzichtig met je eigen mening erover te ventileren. Leviticus, daar zegt Jezus, spreek geen vloek, nee dat is niet Jezus, dat is Mozes die dat gezegd heeft. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God, ik ben de Heer. Dus praat niet minachtend over mensen met een handicap of wat dan ook. Wees heel voorzichtig. Dan hebben we er nog één, het gebruik van eufemismen. Een eufemisme is eigenlijk een woord of woordenreeks die als vervanging wordt gebruikt om iets minder hard of milder te laten overkomen. En de kans is vrij groot dat je in het dagelijkse leven zelf ook veel eufemismen hebt gebruikt of nog gebruikt. Dus we praten over een inbreker soms als een ongewenste bezoeker. Dat is een eufemisme voor een inbreker. Ja. Of we zeggen een gouden handdruk of een oprotpremie als we negatief willen zijn over een vervanging voor een ontslagvergoeding. Positief is een gouden handdruk, maar negatief is die oprotpremie, toch? Prijscorrectie zeggen we als het gaat om een prijsverhoging. En als we zeggen naar gene zijde, dan bedoelen we gewoon doodgaan of sterven. Maar we zeggen het niet. Belastingvermijding zeggen we in plaats van belastingfraude. Het is hetzelfde natuurlijk, hè? Het gebruik van eufemismen is niet altijd zonde en niet altijd verkeerd. Het kan grappig zijn, het kan goed zijn om verzachterde woorden te gebruiken, maar er zijn ook stopwoorden waarvan we allemaal kennis hebben. Oh my god wordt heel veel gebruikt tegenwoordig op media. OMG, dat is mijn hemel, oh my god. En al die woorden die daar staan. En er zijn er nog meer, hè? Nog veel meer. Die gebezigd worden. Nou, laten we voorzichtig zijn met dit soort dingen. Want eigenlijk, dat noemden we vroeger verbasterde vloeken. Tegenwoordig heet het misschien niet meer zo, maar het heette verbasterde vloeken. Dus eigenlijk zijn ze allemaal, verwijzen ze naar Jezus of naar God of op een of andere manier. Dus laten we voorzichtig zijn met deze woorden. Het zijn gewoon stopwoorden geworden. Net zoals woorden die beginnen met een F.
tegenwoordig, in Amerikanen noemen the F-word, dat doe je gewoon niet. Die probeer je te vermijden. Nou, als ik erover spreek, dan weten de meesten wel wat ik bedoel. Het gaat over geslachtsgemeenschap, maar het wordt uitgedrukt in een lelijk woord. The F-word, nou, dat komt ontzettend veel voor tegenwoordig in ons spraakgebruik. Ook in het Nederlands, helaas. Dat het helemaal verkeerd is, helemaal niet goed zit, enzovoorts. Laten we proberen die woorden te vermijden. Want je eert er je schepper niet mee door deze woorden te gebruiken. Dus laten we met z'n allen opletten om anders te gaan spreken. Met elkaar, maar niet alleen met elkaar, ook naar de buitenwereld toe. En dan zijn er nog woorden, andere woorden om vervelende situaties aan te duiden. Bijvoorbeeld die ene die op het screen staat. Wordt ook veel gebezigd tegenwoordig. Eigenlijk woorden die met de menselijke afvalproducten te maken hebben. Ja. En woorden met geslachtsdelen erin, om toestanden aan te duiden. Ik noem lullen, dat is al eeuwen oud. Dat is een woord dat al eeuwen oud betekent onzin vertellen, onzin verkondigen. En eigenlijk komt dat niet van dat geslachtsdeel, maar het komt van een Latijns woord, lalijn, dat betekent onzin spreken. Dus dat is niet verkeerd, maar het geslachtsdeel misbruiken is wel verkeerd, laat ik dat zo zeggen. En tegenwoordig wordt veel meer het grove woord voor het vrouwelijke geslachtsorgaan gebruikt. Heel veel meer dan vroeger, dus let op wat je zegt. Jezus zegt zelf in Matteüs 12, waar het hart vol van is, ja, wacht even, dit eerst nog. Die komt, maar daarvoor komt dan de tekst die ik ga lezen. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over, zegt Jezus zelf. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen en het goede tevoorschijn. Terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte tevoorschijn haalt. Ik zeg u, van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld. Nou, dat is nogal wat. Ik weet niet hoe vaak we die woorden hebben gebruikt, maar als we er stel dat we ze 100 keer hebben misbruikt, deze woorden, dan moeten we 100 keer verantwoording afleggen voor deze woorden. Dat is nogal een klus. Maar in de eeuwigheid zal de tijd niet meer meetellen. Dus daar hebben we geen last van. Er wordt geen lang gesprek, het wordt gewoon een eeuwig gesprek. Ja. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort. Dat is een oproep voor allen van ons. De spreuken hebben heel veel over onze taal gezegd. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing. Als een honingraad. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Dat is een vriendelijke uitspraak. En het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Nou, wie wil niet een gouden appel op een zilveren schaal presenteren? Ik wel. En ik wil ons vandaag allemaal oproepen om een verschil te maken in deze wereld. Als christen vooral. In deze wereld door onze mond te gebruiken zoals God het wil. En natuurlijk hebben we allemaal gezondigd met onze mond. En daarvoor is Jezus gestorven. Niemand gaat vrij uit. Niemand van ons. Niemand kan zeggen, oh, ik heb nooit gevloekt of ik heb nooit een lelijk woord bedacht of gezegd. Niemand. Maar we zijn allemaal door Jezus daarvan verlost en we kunnen doorgaan naar de eeuwigheid door onze houding te veranderen. Wat we kunnen doen met onze mond is bemoedigen. En dat zegt ook Paulus in Thessalonica. Therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Dus daarom bemoedig elkaar steeds weer, elkaar bemoedigen, net zoals je dat al doet. Dus blijf dat doen, blijf elkaar bemoedigen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt hij in Korinthe, 2 Korinthe, de Vader die zich over ons ontfermt, die God voor ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen hebben, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Dat is ook iets wat we met onze mond kunnen doen. We hebben zelf dingen meegemaakt, we hebben zelf dingen zijn we doorheen gegaan, doorleefd enzovoorts. En omdat we dat meegemaakt hebben, kunnen we anderen meer bemoedigen. Laten we dan
eindigen met deze tekst die op het screen komt, als het goed is. Nee, hij werkt niet meer. Dus misschien moet ik even hulp hebben, de laatste. Nee, deze heb ik ook al gehad. En dan, ja, deze. Laten de woorden van mijn mond u behagen. De overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Mijn rots, Heer, mijn rots, mijn bevrijder. En daarmee wil ik eindigen. Applaus.